Welkom op mijn kanaal. Hoe maak je zelf met je handen en een beetje gereedschap? Ik ga even weer een nieuw projectje beginnen, want ik heb een elektrische schaaf. Ik heb er net nieuwe messen in laten zetten. Zelf gedaan. Die waren gelukkig nog te koop voor deze oude schaaf. Maar ik wil er een soort schaafbank van maken, dus ik moet nu eerst even gaan nadenken hoe ik dat het beste kan neerzetten. Dus we gaan eerst een soort schabloon maken, zodat we dit gedeelte als een plank hout hebben. Ik noem er even, want we willen natuurlijk uiteindelijk hem zo gaan gebruiken. En, dus we gaan voor de achterkant gaan we een soort schabloon maken waar dit gewoon helemaal mooi in past. Dus ik pak even een stuk hout en ga het even uittekenen. Ik heb hier een stuk hout. Laten we eens even kijken wat als die schaaf er zo op komt. Maar pak hem aan, want het moet toch ook een achterwand hebben. Inmiddels moet ik wat hier onderuit steken. Dus wat ik eerst even ga doen, ik ga even ervoor zorgen dat ik een haakse lijn erop zet. En we moeten dus een soort tekening gaan maken van het model van die zaag. Zagen met de decoupeerzaag. Nou, zeggen ze altijd dat zagen met decoupeerzaag niet zo nauwkeurig is, maar als je maar gewoon langzaam zaagt, dan kom je een heel eind. Gewoon even erin leggen en iedere keer even weer kijken of die erin past of dat die er niet in past. Ja, en als je het dus zelf gaat maken, is het natuurlijk helemaal afhankelijk van je schaaf. En misschien kun je wel een onderdeel er makkelijk afhalen om een mooie mal te maken. Dat is bij mij niet het geval. Dus vandaar dat ik... Kijk. Nu past hij mooi. Kijk, nu is dit gedeelte steekt er aan de onderkant eruit. Want uiteindelijk komt hij natuurlijk op deze manier. Gaan we er een soort tafel van maken. Dus dit is nu stap 1. Het belangrijke is dat hier natuurlijk hieronder natuurlijk iets komt. Zodat uiteindelijk het blad recht is. Dus net iets te veel. Ja, en die is ook goed. Nou, dan heb ik er dus twee blokjes op maat. Kijk, die liggen dus nu daar. Daarin en daarin. De juiste plaats. Dus ik teken ze even af. Waar ze moeten komen. Dus hier. Dat is dit blokje. Kijk, voordat je schoon wordt. Dus die lijm ik even vast en schroef ik hem even vast.
Wat ik nu ga doen, ik ga hier ga ik een draadijzer erheen draaien, doen, zodat ik hem kan fixeren. Het is natuurlijk wel belangrijk dat hij dan ook vast ligt. Dus ik ga even kijken wat ik in huis heb. Ik ga het hier doen. Dan kan ik namelijk een plaatje hout er zo overheen liggen. Ja, ik ga hier dus een gat boren. En daar ga ik dan schroefdraad in tappen. Zodat ik daar een draad aan kan zetten. Dus hier moest dat gat komen. Zo. Dus een tap. Dan ga ik gewoon op een rustige manier ga ik de schroefdraad in tappen. Zo. Draad. En dat kan ik erin draaien. Kijk, dan zit het ook vast. Zie je wel? Wat ik nu wel ga doen, ik even een verzinking in maken. Deze moer hier mooi in past. En gelijk is met de onderkant en dat wil. Dan moet je er. Even kijken. Nou, ik denk dat als ik hem hier afzaag. Ja, het is een mooie lengte. Nou, zoals je nu kunt zien heb ik hier even een blokje hout gemaakt, ook met een veulenmoer nu vast zit. Kijk, nu zit hij gewoon helemaal vast zoals je ziet. En even voor de zekerheid controleren. Nou, dat kun je zien. Hij staat ook helemaal haaks erop. Dus nu hebben we de basis hebben we klaar. Belangrijk is natuurlijk wel dat we bij deze knop kunnen komen, dat deze knop gebruikt wordt voor de hoogte en de laagte. Dus dat betekent ook dat het invoeren dat is vanaf deze kant. En wat we nu, nou dit is een beetje het idee, als je snapt wat ik bedoel. Dus dit moet opgevuld worden, er moet hier een uitloop, want het moet natuurlijk wat langer worden. Dus ik ga even op zoek naar wat materiaal wat ik daarvoor voor kan gaan gebruiken. Nou, ik heb nog een mooi stuk betonplex gevonden, dus die ligt hier nu. En wat ik nu ga doen, ik ga even zorgen dat die uitsparing de inkomst, dat die er overheen gaat vallen. Dus dat ga ik allemaal even opmeten. En dan kom ik er zo op terug. Nou, ik weet niet of je het goed kunt zien. Ik heb het nu helemaal ingetekend. Dus alles wat eruit moet. En, ik heb even afgetekend. Hier moet dus een schuine hoek. Daar moet een schuine hoek en daar moet een schuine hoek. Dat is natuurlijk altijd wel een beetje tricky, want hoe gaan we dat doen? Nou, ik heb mijn decoupeerzaag nu gewoon in zijn schuine hoek gezet. En dan gaan we dat gewoon proberen te zagen. En ik hou hem hier bij deze beugel vast. Dat is 2, en ik doe het precies andersom. Nou, dan zijn ze ingezaagd zoals je kunt zien. En nu is het gewoon een kwestie van. En dan zaag je eruit zagen. En dan ben ik benieuwd. Daar moet nog een randje vanaf.
Nou, gaan we door. Zo moet je dus zorgen dat je iedere keer stapje voor stapje een mooie op maat gaat maken. Zodat hij er op de juiste manier, dat het op de juiste manier erin past. Dan hebben we namelijk wel ondersteuning. Nou, zoals je kunt zien zit dit gedeelte normaal. Het loopt allemaal goed haaks, want ik heb het allemaal in de winkel gecontroleerd. Kijk, hartstikke mooi. En wat nou de bedoeling is, is dat dit plateau natuurlijk omhoog en naar beneden gaat. Nou, ik heb dit stuk erop vast. Alleen ik kom er nu achter dat het niet handig is. Want ja, ik heb nagedacht over hoe dit gedeelte erop moet. Want dit gedeelte van deze schaaf, die gaat natuurlijk mee onder en naar boven toe. En dat scheelt ja, wel 4, 5 mm. En daarvoor is het natuurlijk belangrijk dat dit gedeelte, dat deze plank ook mee, mee omhoog en naar beneden kan. En ik heb er dus even rustig over nagedacht. En, ik heb in ieder geval gevonden hoe ik dat ga doen. Maar dat betekent wel dat ik deze plank er eerst weer af moet gaan halen. Want ja, ik krijg nou de schaaf er ook niet meer uit. Dus dat geloof ik niet. Nou, maakt ook niet uit. Ik haal deze er eerst even af en dan gaan we eerst een oplossing bedenken voor het gedeelte wat omhoog en naar beneden kan. En dat zit al in mijn hoofd. Dus daar gaan we zo mee aan de gang. Vier van dit soort boutjes heb ik gekocht die je met een inbus kunt aandraaien. En dit is het zijplateau wat omhoog en naar beneden gaat. En het belangrijke is daarbij natuurlijk wel dat hier achterom dat het goed past. In dit bed ga ik twee gaatjes boren, net als aan die kant. Dan ga ik met een tap daar schroefdraad in tappen, zodat ik deze boutjes en moertjes er gewoon in kan draaien. Dan deze kant ga ik dus die bouten en moeren er ook zo twee gaten in boren, zodat die hier doorheen gaan. En aan de andere kant heb ik natuurlijk ook, ja, dat wordt een ander probleem, maar heb ik ook een oplossing voor bedacht. Ik ga hier een soort ronding in frezen, zodat deze erin kunnen liggen. En als die dan halverwege hier zit, dat ik hem dan toch nog met een inbussleutel hem erop vast kan draaien. Dus ligt hij dus helemaal vlak met de werkbank en met de schaaf. En dat is op zijn nulstand. Dus ik zit eraan te denken om die om daarheen te doen. En om daarheen te doen. En deze kant. Dus. En nu heb ik precies de markeringen ook op deze zool gemaakt. Dus ik zie nu precies waar die is. En dan moet ik even kijken. Nou, deze twee gaten zijn nu geboord. En nu moet de draad ingetapt worden. En dat gaan we natuurlijk super langzaam gaan we dat doen. Zit erin. Dat wordt natuurlijk hartstikke sterk. Nou, dat is de eerste gat, nu het tweede gat.